De Graafschap wil publiek ontvangen bij de start van de nieuwe voetbalcompetitie midden september. Algemeen directeur Hans-Martijn Ostendorp richt zich tot de autoriteiten en roept op om seizoenskaarthouders toe te laten tot voetbalstadions in Nederland, waaronder de Vijverberg. Als we vanaf 1 juli in volle vliegtuigen mogen zitten, dan is het ook niet gek om in de buitenlucht een pot voetbal te kijken. Dan zijn we afhankelijk natuurlijk van autoriteiten. Maar ik denk wel dat we als voetbalclubs een goed verhaal hebben. Dat daar waar je seizoenkaarthouders toegang geeft tot het stadion, je enigszins controle hebt op dit soort groepen bij elkaar. Weet je, als ze samen scholen in de stad of in huiskamers, zitten ze ook dicht bij elkaar voor een live uitzending. Op het moment dat je mensen toelaat in het stadion, eventueel met een scorecheck, misschien iets uit elkaar plek geven in het stadion. Ja, dan krijg je wel dat wat je graag wil, voetballen voor publiek. Vanuit voetbalbond KNVB is een zogenaamd Delta-plan aangeboden aan het ministerie. Hierin geven ze aan midden september zonder publiek te starten. Maar dit plan is in de ogen van Ostendorp te voorzichtig. Hij wil uitsupporters blijven weren om verkeersbewegingen te voorkomen, maar seizoenskaarthouders met de nodige voorzorgsmaatregelen ontvangen. Hij voelt zich gesterkt in zijn visie door de demonstratie op de Dam in Amsterdam van vorige week maandag. Nou, ik heb met gefronste wenkbrauwen naar die demonstratie gekeken en vanuit mijn voormalige beroep ook wel naar de wijze waarop daar mee is omgegaan. Tegelijkertijd zou je wel kunnen zeggen, als vanuit die grote manifestatie, waar heel veel mensen bij elkaar waren, in de buitenlucht, geen direct gevolg komt in de ontwikkeling van het virus, dat ons dat wel sterkt in een verhaal dat je in de buitenlucht met beleid toch wel bij elkaar kunt komen. De Graafschap verkocht tot nu toe meer dan 3000 seizoenskaarten. Is de oproep van de algemeen directeur geen manier om meer seizoenskaarten te slijten? Nee, ik ben niet zo van de trucjes. Ik kan garantie tot aan de deur. Ik kan hier geen belofte op doen. Ik kan alleen de belofte doen dat dit mijn maximale inzet is. De seizoenkaarthouders een plek krijgen in het stadion. Maar beloven kan ik niets. We zijn afhankelijk van de autoriteiten. En daar hoort het uiteindelijk ook te liggen. Maar ik heb goede hoop dat daar stappen gezet gaan worden.